ben Johan Staes. Ik ben zijn studentassistent. Eigenlijk een beetje zijn schildknaap op de universiteit, zeg maar. Ik doe een klus voor hem, maar daarnaast film ik dus ook. Ik studeer geschiedenis in Groningen, maar eigenlijk wat ik later wil doen is gewoon films maken. Dus in die zin was best is ook voor mij de ideale manier om mijn studie met datgene wat ik later wil doen, om dat te combineren. En als student zit ik natuurlijk elke dag met mijn neus in de boeken, maar zit ik ook de andere helft van de dag op Facebook, net zoals jullie allemaal, andere studenten. Nee, dat is niet waar. Nu typeer ik mezelf als een internetverslaafd, dat gaat ook wel te ver. Maar goed, die twee kanten, hè. Wetenschap, dus heel erg diep in iets duiken, heel erg geconcentreerd bezig zijn. En daarnaast dus, ja, ik neem Facebook als voorbeeld, dus steeds sneller wordt de maatschappij, alles gaat steeds sneller. En film is denk ik het ideale medium, het ideale middel om die wetenschap interessant te maken voor een breder publiek. Film is snel, film spreekt veel meer aan, of op een andere manier aan dan tekst, denk ik. En ja, om een voorbeeld te noemen wat me nu te binnen schiet eigenlijk, ik weet dat het een scheldwoord is onder veel wetenschappers, Geert Mak, met zijn serie In Europa. Het is geen wetenschap, maar wat hij eigenlijk doet is toch op een hele interessante en aansprekende manier geschiedenis duidelijk interessant maken voor een groot publiek. En ja, dat hebben we ook geprobeerd te doen met zijn onderzoek. Ik heb zelf een deel van de regie gedaan bij deze opnames, maar het echte werk dat hebben deze filmmakers hier gedaan. Dus misschien kunnen die daar nog meer over vertellen. Of wil jij nog wat zeggen? Oké. Ik word altijd in de microfoon gehaald. Ja, we konden door naar de eindronde, daarom staan we hier ook. En Stichting Beeld Bepaal, wat een groep hele enthousiaste mensen uit Groningen is, die hebben met ons die film gemaakt. Ik kijk even, René, wil je er wat over vertellen, over hoe het ging? René de Boer, ik ben dus filmmaker bij Stichting Beeld Bepaald, samen met Arma, Bastiaan en Maroes. En het eerste dilemma waar we tegenaan liepen met het maken van deze film was dus, dat je het over wetenschap gaat hebben. En wetenschap is natuurlijk gewoon heel feitelijk. En ja, van wat ga je laten zien, zeker als het over een onderwerp gaat als wiskunde in de Gouden Eeuw. Dus je moet wel op zoek naar feiten die je kan laten zien. Dus daar hebben we Arjen in deze korte documentaire ook gevolgd. In hoe hij dus ook zijn onderzoek heeft gedaan. Dus daar kunnen we een stukje van gaan zien zometeen. Ja, de samenwerking ik vond het echt ontzettend leuk. En ik moest de hele tijd nadenken over ja, hoe verkoop ik het nou? Hè? Onderzoek doen naar wiskunde in de 17e eeuw. Want ja, daar heeft eigenlijk niemand aan, zoals de meeste wetenschap. We kwamen uit op een roadmovie. En om te laten zien dat het een echte roadmovie is geworden, heb ik dit meegenomen. Onderweg, maar ik weet niet of je het kent, ik krijg nooit boetes. Dit is mijn tweede boete die ik in mijn leven heb gehad. Onderweg heb ik een boete gescoord en dat is ongeveer de openingsscène tijdens de openingsscène van een filmpje. Dus ik heb hem al betaald, maar ik dacht, dit is wel het bewijs dat ik heb geleden voor de wetenschap.